Welkom bij deze tweede voorstelvlog. Over anderhalve week vertrekken we al naar Lourdes en we staan nu voor de deur bij Gauthier en Erik. En zij zullen zich in deze vlog voorstellen en we wachten even tot ze openen. We staan hier bij Erik. En Erik is vorige week naar een bijeenkomst geweest in zijn parochie. Vertel, hoe was dat? Ja, het was een erg leuke bijeenkomst. Het was de stadbijeenkomst voor mij met de parochie Sint Ludger en Sint Paulus in Lichtenvoorde. Ik heb ook het programma te horen gekregen, wat we er allemaal gaan doen. We sluiten ons gewoon aan bij het grote programma. Dat houdt gewoon in de Eucharistieviering. We lopen de kruisweg, we maken een stadswandeling. Waarbij we zien waar Bernadette in haar leven allemaal is geweest en waar we ook het verhaal te horen krijgen hoe zij in Lourdes heeft geleefd en ook het verhaal van de verschijningen. Ah ja, en heb je ook al activiteiten waar je zelf wat meer bij betrokken bent? Ja, waarschijnlijk zal ik wel betrokken zijn bij de stadswandeling en daarnaast sta ik pastor Ronald en Hartog bij tijdens de kruisweg en tijdens de pastorale taken in Lourdes. En dat is gewoon met de mensen praten, met de mensen bijstaan, samen met ze bidden, naar de grot gaan, een kaars aansteken. Mooi, ja. En wat betekent Lourdes zelf voor jou? Ja, Lourdes is voor mij een hele belangrijke en bijzondere plek. Ik ben in 2012 ook meer geweest op de Bisdom Bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. En dat heb ik bij de grot. Je ziet hier achter een mooie foto van het beeld van Maria in de grot van Lourdes. Waar zij aan Bernadette is verschenen. Toen ik daar gebeden heb op een van de laatste dagen toen, voelde ik mij zo sterk verbonden met God, dat ik daaruit heb afgeleid dat het priesterschap ook al iets voor mij zou kunnen zijn. Mooi, mooi. Het is een bijzondere reis. Ik sta hier bij Gauthier. Gauthier gaat vanavond naar zijn stageparochie, waarmee hij ook meegaat naar Lourdes. En welke parochie is dat, Gauthier? Dat is de parochie Sint Maarten en Sint Lucas. En daar heb ik ook het afgelopen jaar al stage gelopen. Dus door het jaar heen, vanaf september, tot en met de Lourdes bedevaart. En gaat pastor Zeeman gaat ook mee naar Lourdes? Zeker, ja. Ik mag met hem meegaan om deze groep te begeleiden. Is het voor jou de eerste keer dat je naar Lourdes gaat? Zeker niet. Ik ben als kind al mee geweest, 2 keer. En ook als jongere ben ik als zorgvrijwilliger een aantal keer mee geweest. En nu is het de 2e keer dat ik als priesterstudent ook meega. Mag ik vragen wat je bijzonder vindt aan Lourdes? Ik vind de zorgzaamheid voor elkaar en het samen optrekken als groep altijd heel mooi. Ik heb het een aantal keer mee mogen maken dat je als zorgvrijwilliger in een groep meegaat met mensen die minder mobiel zijn en hulp nodig hebben. En dat je allemaal als nieuwe mensen in zo'n groep komt. En dat je toch gedurende zo'n reis een hele hechte groep wordt en een hele mooie reis hebt. Zonder dat je echt een geschiedenis met elkaar hebt. Oh, en heb je zin om naar Lourdes te gaan? Zeker, ja. Zeker. Oh, dan zie ik veel plezier vanavond bij de voorbereiding en bij de bedevaart. Dankjewel. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende vlog.